Waterschap A en Maas heeft blauwalgen aangetroffen in vijver het Ven en Vechel. Deze blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, zoals huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Daarom adviseert het waterschap om ieder contact met water van deze vijver te vermijden. Er zijn waarschuwingsborden geplaatst. Het waterschap geeft de volgende adviezen: beperk het gebruik van lokvoer bij vissen, voer geen eenden en laat de hond niet in de nabijheid van het water poepen, zodat voedingsstoffen niet in het water terechtkomen. De gezondheidsrisico's gelden voor zowel mens als dier.